En welkom bij deze nieuwe aflevering waarin we het gaan hebben over een alternatief van één op één privé zanglessen. Want misschien vraag je je wel af of er een beter alternatief bestaat, zodat je op een snellere manier jouw zangresultaten kunt gaan verbeteren en ook misschien op een goedkopere manier. Dus in deze video gaan we dat alternatief samen bekijken en um, ja, zodat jij grote stappen kunt gaan zetten in jouw zangavontuur. Laten we erin vliegen! Zangles met Hey, mijn naam is Meggy van zangles met en ik help gepassioneerde zangers net zoals jij het beste uit zichzelf bovenhalen. Dankzij het zingen. En in deze afleveringen krijg je tips, technieken, tools, inzichten over het zingen. Zodat jij jouw zangavontuur woep, naar een hoger niveau kunt gaan brengen. Dus laten we kijken naar wat dat alternatief is um, van privé zanglessen. Voordat we er helemaal in vliegen, is het belangrijk om stil te staan bij sommige overtuigingen dat beginnende zangers vaak hebben. En beginnende zangers die geloven dat het enige dat je nodig hebt om daadwerkelijk vooruit te gaan in het zingen, is ten eerste feedback van een vocal coach en veel oefening. En dat is niet helemaal onwaar, er is wel meer aan heel dit verhaal. En dat is waar, eens we dat doorhebben, we in de wereld van de getrainde zanger gaan terechtkomen. En de getrainde zanger, die weet dat er meer is dan enkel feedback en oefening dan nodig is om echt grote vooruitgang te maken binnen jouw zangontwikkeling. Dus, wat is er allemaal nodig? Wel, er zijn vijf elementen die essentieel zijn om binnen jouw zangavontuur heel snel sprongen te gaan maken. De eerste is een Engels woordje consistency. Consistency wil zeggen dat je regelmatig met zaken bezig bent, dat je daar consistent in bent. Um, en dat geldt natuurlijk voor het zingen, want zingen: dat is hoe dat je je stem zeg maar, gebruikt en die manier van stemtrilling. In uw spiergeheugen krijgen. Dus dat is door bepaalde oefeningen te gaan zingen, bepaalde technieken te gaan toepassen. Al die zaken willen we in ons spiergeheugen krijgen. Want als we gaan optreden, dan willen we niet zitten denken aan: oh, moet mijn strottenhoofd hoog of laag? Nee, dan willen we volledig kunnen genieten van het moment. En dat kan enkel en alleen als we op ons spiergeheugen kunnen gaan vertrouwen. Dus dat is een eerste belangrijk element. Iets opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, en opnieuw gaan doen. Um, je kan het een beetje vergelijken met iemand die traint voor een marathon. Als die persoon maar één keer gaat lopen voor de marathon, is het er een grote kans dat hij het moeilijk heeft. Uh, terwijl als die persoon misschien om de twee dagen gaat lopen voor de marathon, gaat hij al veel beter getraind zijn en gaat dat misschien makkelijker zijn. Hetzelfde geldt bij het zingen. Dus die consistency of die herhaling consistent zijn in jouw oefening dat is van essentieel belang. Tweede element, dat is nog een Engels woordje. Accountability. Of in het Nederlands zowat de stok achter de deur. Iemand die, die incheckt met jou. Iemand die zegt van hé, hey, waar ga jij deze week aan werken? En dan kan jij zeggen, voilà, ik ga deze week focussen op mijn mix voice. En dan op het einde van de week kan die persoon inchecken met jou en zeggen, hey, hoe was het met je mix voice? Heb je, heb je gezongen in mixed voice? Dus iemand die jou verantwoordelijk stelt voor hetgene dat jij. Zegt dat je wilt gaan doen. Dus um, de stok achter de deur, als jij zegt ik ga dit doen, is het de bedoeling dat iemand jou aanmoedigt om te kijken van hey, heb je dit wel gedaan? Dat is een beetje het idee. En er is een uh, onderzoek geweest, ik heb het opgeschreven, uh, van de Association for Talent Development. En die hebben gevonden dat gewoon door accountable te zijn, of door iemand te hebben die jouw stok achter de deur is, ben je 95%, heb je 95% meer kans om jouw doelen te gaan behalen. 95%. Dus gewoon al met iemand samenwerken om u accountable te houden, gaat jouw kansen 95% gaan vergroten om je doel te gaan behalen. Dat is, dat is geweldig. Um, dus een, een groot aspect binnen je zangavontuur, die stok achter de deur. Derde element is community. Je omgeving heeft zoveel impact op jou. Er is een mooie quote en die gaat als volgt. Die zegt, jij bent de som van de vijf mensen waar jij het meeste van jouw tijd mee doorbrengt. Sta daar eens bij stil. Wie zijn die vijf mensen voor jou? Zijn dat mensen die negatief zijn, jouw zang bekritiseren, jou naar beneden halen? Of zijn dat mensen die jou inspireren, mensen waar je naar opkijkt, mensen die laten zien wat er voor jou allemaal mogelijk is, mensen die jou doorheen jouw zangavontuur gaan steunen? En kan je je dan inbeelden in welke van die omgeving jij het meeste vooruit gaat gaan? En wat er allemaal mogelijk wordt voor jou als je die omgeving voor jezelf gaat creëren? Want dat is de kracht die jij hebt. Jij kan jouw community zelf gaan opbouwen. Jij kiest met wie dat jij het meeste van jouw tijd gaat spenderen en doorbrengen. Jij kan dat allemaal kiezen. Dus tot nu toe hebben we er al drie. Consistency herhaling. Accountability, de stok achter de deur. En community, je omgeving. Heb je al heel veel waarde gehaald tot nu toe? Vergeet je dan zeker niet te abonneren op, deze, op deze, dit kanaal of op deze podcast, waar je ook luistert of kijkt naar deze aflevering, zodat je op de hoogte blijft van komende afleveringen. Um, maar laten we voortgaan, want de twee belangrijkste moeten eigenlijk nog komen. Dus consistency, accountability, community. De vierde. Zeer belangrijk feedback. Ja, logisch. Wanneer je zingt, wil je natuurlijk weten of dat wat je doet juist is. Ben je een bepaalde zangtechniek aan het leren? Ja, dan moet je feedback krijgen van ja, je bent die zangtechniek goed aan het toepassen. Of nee, dat is totaal niet wat ik bedoel. Hè? Dus weten of dat je op de juiste weg bent is zeer belangrijk, want anders kan het zijn dat je foute gewoontes begint aan te leren. En foute gewoontes zijn heel moeilijk om eruit te halen. Dus die feedback krijgen op jouw zang is heel belangrijk. Laatste element, de vijfde, en eigenlijk bijna de belangrijkste, zou ik zo durven zeggen, is de juiste training volgen. Um, de juiste type zangtraining. En de type zangtraining die bij jou past. Je moet weten dat leren zingen... Dat is een proces. En daar zit een volgorde in. Stel dat je hoge krachtige noten wilt gaan zingen. Geweldig. Misschien heb je wel al eens op Google ingetikt om te kijken van hoe kan ik dat doen. En dan komt de techniek belt tevoorschijn. Oh, geweldig, denk je dan. Ik ga leren belten. Oké, okay, ja, die techniek is geweldig. Maar, grote maar, om te kunnen belten zijn er bepaalde technieken die nodig zijn om daar te geraken. Met andere woorden, als jij nog niet hebt gewerkt aan ademsteun. En je foundations, je funderingen zitten nog niet juist. En die ademsteun zit nog niet juist, ja, dan heeft het geen zin om te gaan leren belten. Want dan gaat dit ook niet juist zitten. Dan ga je misschien zitten roepen, je stem forceren en al die zaken. Uh, hetzelfde om te kunnen belten, gaan we eigenlijk ook twee technieken met elkaar gaan combineren. De, kop, de borststem activeren samen met twang. Maar als je twang nog niet kent, ja, dan kunnen we niet gaan belten. Snap je wat ik bedoel? Dus het is heel belangrijk als je je training gaat volgen dat dat in de juiste volgorde gedaan wordt. En niet zomaar hier een techniekje en daar een techniekje. Er zit een proces achter. En een van de belangrijkste technieken, ik heb het al gezegd, is Mix Voice. Mix Voice is, het, is, is de techniek die jou gaat helpen. Om hoog te zingen, laag te zingen, alle noten daartussen te zingen en dat zonder spanning, zonder heesheid, zonder, zonder uh, wat er ook in de weg mag zitten. Dat is de techniek die jouw stemvrijheid gaat opleveren. En, en dat is een van de grootste focussen om mee te starten. Nu, de fout die ik heel veel zangers zie maken, is dat ze dus willen leren zingen. En het eerste waar ze naar op zoek gaan is één-op-één coaching. En ik snap van waar dat, dat komt, hè? want het is, zit zo in onze maatschappij. Als wij iets willen leren, dan zoeken wij onmiddellijk welke persoon ons daarmee kan helpen. Hè, wil ik gitaar leren? Wie is hier de gitaarleraar in mijn buurt? Of uh, wil ik een boek leren schrijven? Wie kan mij helpen om een boek te schrijven? Snap je? Dus het is normaal dat wij ook zo naar het zingen kijken. Ik wil leren zingen. Welke zangleraar of zangcoach kan mij hierbij helpen? Nu, het probleem met deze manier van willen leren zingen is dat we een paar van die elementen die we net hebben overlopen gaan missen. Bijvoorbeeld, community zit er niet in, consistency zit er eigenlijk ook niet in. Omdat één op één coaching soms wat duurder is dan de alternatieven, is het zo dat veel zangers niet wekelijks of om de twee dagen bij een coach langs langsgaan, toen ik nog één-op-één coaching deed, ik doe dat nu niet meer, um, dan was de investering tot 250 dollar per uur. Um, dus ik snap dat mensen dan niet om de twee dagen komen. Natuurlijk, als je dan thuis niks doet met hetgene dat je hebt geleerd in je coachingsessie, dan gaan we niet echt vooruit, want dan missen we die herhaling. En dat heb ik heel vaak gemerkt met de zangers waarmee ik toen samenwerkte. Um, week op week, of om de twee weken kwamen die terug, of om de drie weken, of om de maand. En dan was het net of we terug helemaal van de start gingen herbeginnen. En dat is niet de bedoeling. Dus die consistency mist bij de één-op-één coaching approach, maar ook de community. He, want als jij samenwerkt met een vocal coach, ja, dan is het jij en is het hen... De coach en jij. En de coach heeft een perspectief. Wat super interessant is om naar te luisteren. Ik zeg zeker niet dat die coach niks te zeggen heeft. Maar heel interessant om naar te luisteren. Maar daar blijft het dan ook bij. Eén perspectief. Terwijl als je in een community zit, kan je het perspectief van verschillende mensen gaan beluisteren. En dan zelf kiezen welke past bij mij. De coach die gaat, er, die gaat er voor jou zijn tijdens dat uurtje of twee uur of hoe lang een coaching ook duurt. De community is er constant. En, en de community is er om jou te inspireren, jou te ondersteunen als het moeilijk wordt. De job van je zangleraar, dat is, om te leren. dat is om je te leren zingen. Dat is om je die training mee te geven, die volgorde van hoe je je stem moet gaan ontwikkelen. Dus het alternatief, dat is om een systeem te gaan vinden die die vijf elementen gaat combineren: um, feedback, training, Consistency, accountability en community. Dat is, dat is waar, eens dat die vijf elementen samenkomen, dat is waar dat uw zangavontuur foe, heel snel heel goed vooruit kan gaan en waar alles kan veranderen voor jou. Nu, zoals ik al zei, alles begint bij zangtechniek. Dat is een van de belangrijkste zaken. Vooral als je naar die stemvrijheid wilt gaan. Um, en binnenkort geef ik daar een workshop over, trouwens. Dus ik nodig je van harte uit. Om je aan te melden voor die gratis workshop. Ik zal er in de beschrijving hieronder naar linken. Uh, dus ik zie je heel graag daar. En als ik jou daar niet zie, dan zie ik je heel graag hier volgende week terug voor de volgende aflevering. Tot dan!